Ik heb hier de Tamron 2470 2.8 SP-G2. Dit is de tweede generatie 2470 van Tamron. Het is een dijk van een lens met een mooi open diafragma. Deze gaan we eens even aan de tand voelen. Met de afkorting SP bedoelt Tamron dat het objectief superieure prestaties kan leveren. Het objectief biedt een groothoek van 24 mm en een tele van 70. Dit kan ten alle tijde met een opening van 2.8. Dit maakt dit objectief dus ideaal voor binnen- en buitenfotografie. Wat goed is om te benoemen is het gebrek aan vertekening in de 24 mm groothoek. Verder heeft het objectief een minimale scherpstelafstand van slechts 38 cm. Vrij kort dus voor een objectief met dit diafragma. Ook details kunnen heel mooi worden vastgelegd. Het objectief zelf is best een zware jongen en weegt 900 gram. Het vereist een vaste hand om het objectief goed stil te houden. Gelukkig is er een stabilisatie aan boord. Dit wordt aangeduid met VC. De VC zou je 5 stops lichtwinst moeten geven. G2 staat voor generatie 2. Dit is de tweede uitvoering van dit objectief. Het glas en de constructie is vernieuwd. En dit zorgt uiteindelijk voor scherper resultaat. USD staat voor ultrasonische drijf. Het objectief is snel, maar ook heel stil. Dit komt goed van pas als je de camera en lens gaat gebruiken om filmopnames te maken. Het objectief heeft een zeer solide body en is dan ook vorst, stof en spatwaterbestendig. Het voorste glaselement is voorzien van een coating die ook vingerafdrukken, olievlekken en water afstoot. Aan de achterkant is het objectief voorzien van rubberen ringen. Dit ook weer om de weerdichtheid zekerder te maken. Het objectief heeft net als zijn voorloper een schroefdraad van 82 mm. Het objectief heeft een speciale tapaccessoire waarmee u het objectief aan de computer kunt haken. Met de speciale software bent u in staat om een firmware-update te doen en aanpassingen in parameters te maken. Denk hierbij aan autofocus en stabilisatie-instellingen. Tot zover het Tamron 2470 G2 objectief. Dankzij het betrouwbare bereik, de goede lichtsterkte en de stille motor leent zich dit objectief ideaal voor slecht belichte omstandigheden. Heeft u na het zien van deze video nog vragen, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. Of plaats een reactie onder deze video. Bedankt voor het kijken. Camera nu, altijd scherp.